Jan, ja. Wat zie je er goed uit. Dank je, dank je. Je hebt een hele transformatie ondergaan. 23 kilo afgevallen. En je schreef er een boek over. Zonder bijpas. Zonder bijpas, zonder weet je, maagband. Zonder, ja, 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 ja. Ballonnetjes. Zonder crash diets, zonder, ja. Ja, nee, ja. Dat, ja. Nee, gezond en slank voor gewone mannen. Dat is de ondertitel ja. van het boek. Wat lezen we in dat boek? Nou, dat is een heel droefgeestig verslag. Van mijn lange strijd tegen de kilootjes. Nee, wat ik al zei, ik ben een doodgewone man. En met een doodgewone vrouw die op een mooie dag tegen me zei... Jan, ik vind je nog steeds heel lief, maar niet meer zo aantrekkelijk. Maar wel wat veel. Ze zei letterlijk, ik ben natuurlijk een beetje oppervlakkig. Maar ik vind je gewoon niet zo aantrekkelijk als je zo dik bent. En toen kwam ook nog iets achteraan. Ik kan het gewoon niet zo op dikke mannen. Oei. Ja, dus dat was best hevig. Dus ik was ook wel een beetje boos eigenlijk. Dus ik zat een diëtiste ontmoet. En zei, ga nou eens naar die vrouw toe. Maar dat was wel een vrouw, niet een man. Nee, dat was een vrouw. Okay. En ik dus eerst een beetje met het idee van, ik zal je laten zien dat het wel meevalt. Wat kan het nou helemaal zijn? Ja. Ik had in mijn hoofd iets van 95 kilo. Kan wel een keer met zware botten en zo. Hoe zwaar was je? Ik bleek 110,9 kilo te zijn. En hoe lang ben je? Ja, 1,90, maar dat toch wel flink te zwaar. Ja. Dus, nou, plus slechte bloeddruk, allemaal het buikomvang, kort orgaanvet, allemaal van die walgelijke termen, gruwelijke aandoeningen, spectrum van suikerziekte, van allerlei kankers en hartkwalen. Nou ja. In ieder geval, het was wel duidelijk dat ik op sterven na dood was. En dus er moest dat gebeuren. Nou, en daar gaat dit boek over hoe ik via een ander eetpatroon heel voorzichtig, heel laagdrempelig sporten. Want ik ben ook geen man die dan ineens de 5 kilometer in een kwartier gaat rennen of een ijzers gaat pompen. Dat heb ik wel eens geprobeerd, maar dat doet zo ontzettend pijn. Ja. En voor je dan, als je alweer moet, dan heb je nog steeds pijn van de eerste keer. Ja. Schakelen in je auto met je benen, met je armen niet meer mogelijk te krijgen. Nou, al dat soort. Dus ik heb een heel nieuw fitnessregime ook uitgedacht. Ja. Wat echt heel laagdrempelig, een beetje wandelen in de polder. Nou, gaandeweg het boek gaat het wat beter. Ik vertel ook wel hoe dat ongeveer komt. En dan sta ik op een gegeven moment weer bij die vrouw. Dan ben ik 10 kilo afgevallen, maar nog steeds 102 kilo. Nou, maar hoe lang, of wat voor periode heb je dan? Dat is een half jaar, zeg maar. Dus echt, half jaar, 10 kilo. Ja, dus niet crashen, niet gek doen. Gewoon binnen die schijf van 5, gezinswaarde, allemaal prima. Oh, netjes. Gewoon netjes keurig. Maar dat is ook wel dat het dan ook weg blijft. Ja, je kan meedoen aan expeditie Robinson, ik noem maar wat. Dan ben je in een paar weken 10 kilo kwijt en daarna komen de 12 aan. Dan kom je thuis en ben je 3 dagen eten, ben je nog dikker. Dit is bestendig, nu alweer 2 jaar. Maar het vervelende was, ik moest dus nog 10 kilo van mezelf. Want eigenlijk wou ik onder die 100. Ik zat op 102. Maar op die vrouw legendarische woorden spreekt. Je zou het ook eens kunnen proberen op 1 glaasje rode wijn per dag. Want je zat op? Dus maar een glaasje of 3, 4 gemiddeld. Een flesje witte per dag. Wijn? Nee, flesje, dat haal ik niet. Okay. Ik noem het een gezelligheidsdrinken. Ja. Een glaasje, als je staat te koken, nog een glaasje. Als de moeder de vrouw thuis komt, nou, 3 keer per week toch wel een gelegenheid of een feestje of iets. Ja. Verjaardag, nou, 6 biertjes ook niet gek. Hè? Kijken we elkaar helemaal niet vreemd aan. Nou, ga je stellen, je zit zo aan 25 consumpties in de week. Nou, dat is... Volgens diverse interpretaties van het begrip alcoholisme is dat vaak ja, dan zit je meteen in de categorie. Ja, ja, dat is een zorgelijke toestand. Ik neem nog een slokje. Die vrouw die zegt dus, ik word woedend. Ik zeg, wil je me daar ook nog afpakken? Ja. En inderdaad, nou, het hoeft niet. Maar als jij straks met 2 afgezette benen in een zuurstoftent wil liggen, dan word je ook 80 hoor. Dat is prima. Nou, dus uiteindelijk had ik een keer een kater. Een angstbeeld. Ja, angst is een powerful motivator, zoals het heet. Dus het was, een paar weken later had ik een kater. Ik stond op een golfbaan en de dag was een beetje bedorven. Ik zei, weet je wat, ik doe het gewoon. Ik ga gewoon een tijdje stoppen met drinken. Ja. En dat is 2,5 jaar geleden. Ja. Ik heb sindsdien geen druppel meer aangekruikt. Want wat krijg je? Die doet gewoon, valt gewoon 10 kilo van je af. Als je stopt met drinken vandaag. Maar dat drink je gewoon helemaal niet meer? Nee. Maar kijk, ik heb ook wel eens een keer, je zal het bijna niet geloven, maar een maand niet gedronken. Maar ik merk dan dat ik al die sociale... Dat is heel erg hoor, maar als je dan de kroeg gaat, is het samen met z'n allen... Ik vind het echt verschrikkelijk. Ja, maar en vooral omdat andere mensen dan wel aangeschoten worden. En normaal erg je er dan niet aan, maar dan ga ik echt te erger. Denk, jezus, niet aan, normaal van deze gesprekken oké. Okay. Nee, dat is waar. Dit is ook het onderdeel wat ik het minst graag vertel. Want zolang het maar gaat over afvallen en sporten... Ja, dat klinkt en ik vind goed. Al die kerels dan wel prima. Maar kom je aan een drankje, dan is het huilige blad. Het klopt wat je zegt, want andersom ook. Hè, die mensen die zijn ook een beetje bang van je. Ja, want die vind je ook gelijk niet meer leuk.
misselijk. Dat je denkt, bang dat je besmet wordt. Ja. Dan 3 weken krijg je dat. Ik heb een vriend van mij en die zegt dat sinds hij niet meer drinkt, of nauwelijks nog drinkt, dat hij inderdaad ook nog nauwelijks wordt uitgenodigd. Nee, zo van, we gaan stappen, nou, we vragen hem niet mee, want dat is toch niet gezellig. Nou, het is wel zo dat je, als je niet drinkt, dan word je wel echt gewoon raar aangekeken. En iedereen vindt je gelijk saai. Terwijl het helemaal niet zo is, maar... Nee. Je bent gelijk zo, ah joh, en dan je ook gelijk overgehaald als je de avond niet wilt drinken. Nee, ik ben echt met de auto. Ah joh, ah joh. Ja, dat is nog wel een goed argument. Daar kom je vaak wel mee weg. Ik heb het nog een tijdje gebeurd in een feestje. Me zeggen, ja, maar ik ben straks de enige man in deze hele zaal die nuchter is tegen vrouwen dan. Hè? Je bent een beetje aangesloten, dus we gaan muziek maken. Maar dat vinden ze dan ook eng, want dan zie je alles. Hè? Ja, nee, daarom. Ja, dat is een gekke geluid, dus dan zie je het allemaal. Ja.